Vandaag ben ik blauw, ben ik water. Als jij springt, spetter ik van plezier. Morgen ben ik groen, ben ik een jager of ben ik een vos. Overmorgen pas weet ik het, ben ik een gejaagd dier in nood, rood. Als jij wacht, vertel ik je een geheim. Laatst nog zag ik stilte. Ze zat op een krukje in de gang, was erg verlegen, zei geen woord. Ze was breekbaar en omringd door stofjes in het licht. Ze was heel stil. Ik sprak haar aan en ze brak. Twijfel zag mij staan en vroeg zich af of daar iemand stond. Bent u iemand? Riep hij en vroeg zich af of hij dat riep. Ja, riep ik terug, waarna Twijfel zweeg en zich afvroeg of iemand had geroepen. Kan het wat sneller? Wat? Wie zei dat? Die daar die? Zijn die? Dat het wat had. Het? Dat het wat kan. Wat dan? Wat zei die dan? Of het wat stiller kan. Oh. Au, zegt de lepel. Pardon, zegt het mes. Vork heeft me geprikt, zegt de lepel. Espres. Dat hoort zo. Zo gaat dat, zegt het mes. Rustig nou. Jij slaat mij toch ook soms? Of ik snij jou? Ja, zegt de lepel. 3 dagen terug heb jij me gesneden. Hier over mijn rug. Tja, zegt het mes, het is druk op dit bord. Niet zo gek dat er soms wat geprikt of zo wordt. Vind je niet, vork? En het mes kijkt rond. Maar de vork kan niets zeggen. Die zit in mijn mond. We zeggen het nou voor de laatste keer, hoor, want we hebben er genoeg van. We hoeven heus niet chic lepeltje in zo'n deftige kast zitten alsof we duur zilver zijn. Maar we willen niet ordinair op een hoop gegooid worden met de vork. Als wij in de la geen vak van onszelf mogen, dan geven wij de voorkeur aan om bij de messen te liggen. Op tafel liggen we toch ook nooit naast de vorken? Nou dan. Lente. Kleuren dansen over het vers gemaaide gras. Jonge fladdervlinderbuiken zoeken hun houding, willen ontluiken. Straks wordt geel gerande lente vertaald in zomerschroom. Er was eens een meisje dat wilde geen poppen, maar schroeven en moeren en trappen en schoppen. Ze sloeg alle jongens op straat op een smoel en schopte de bal met een loei in het doel. Als je haar niet kent, zou je denken, het is een vent, riep op een dag een jongen. En toen zijn er ineens tranen van blijdschap in haar ogen gesprongen. Allemaal dezelfde gangen. Je weet niet waar je bent. Elke poort lijkt op de poort waar je begon. Soms zou je willen dat het kon. Opnieuw beginnen. Gewoon vooraan. Je zou wat dingen overslaan. Ik ben verliefd op Marianne en snap maar niet hoe dat kan. Zij heeft rood haar en ik val op blond. Ik hou van slank en zij is rond. Het is haar stem. Het is haar geur. Het is haar blik. Waar ik van kleur. Tussen boven en beneden is een trap met 13 treden en een wereld van verschil. Boven doe ik wat ik wil, maar beneden hou ik me het liefst een beetje stil.
kramen als haren en de tijd als zwijgen voor zich uit. Hij laat de stiltes tussen zijn lippen vallen, als appels uit zomerbomen, en legt de laatste hand. Ze kust hem haar woorden en fluistert zich verder. Een spiegel is een muur die terugkijkt. Zonder knipperen blijf ik staan en staar ik iemand aan. Hij maakt zijn mond nog mooier, zijn ogen lachen in het glas. Ik wou dat ik die ander was. Voor de spiegel of alleen ben ik even wie ik wil. Maar op school en op een foto sta ik zo anders stil. Spraakgebrek. Achteraf weet ik wat ik had willen zeggen. Precies wat ik had moeten doen. Grijp ik alle kansen. Eindigt ons gesprek niet in spraakgebrek. Als jij weg bent, durf ik pas tegen je te dansen. Maak ik fijne grappen, duw de anderen opzij. Vind ik eindelijk de woorden die veel vroeger hoorden. Zie ik jou, jij mij. Eeuwen duurt lang, heel lang, maar soms zelfs onverdraaglijk lang, maar niet het langst. Er is iets anders, iets kleins en onopvallends en onvoorstelbaar onwaarachtigs. Dat duurt langer, misschien wel altijd duurt. Dag. Doet de laatste die dit boek verlaat, voordat hij of zij naar buiten gaat, de verwarming laag, de lichten uit, de ramen dicht of op een kier. Vergeet de voordeur niet te sluiten, wel buiten. Ik blijf nog even hier. Ons doelpubliek voor deze poëzieopdracht is de eerste graad. De leerlingen hebben op deze leeftijd vaak nog heel wat fantasie en dit komt natuurlijk goed van pas in een les over poëzie. We hebben dan ook gedichten gezocht die goed aansluiten bij de eerste graad. In onze gedichtenreeks zitten een aantal luchtige stukken, maar ook zwaardere gedichten laten we aan bod komen. Een voorbeeld hiervan is Zij plukt van Floor de Roo. Wij hebben gekozen voor het museum omdat we zo verschillende aspecten van de kunst kunnen samenbrengen. Zo brachten we poëzie samen met de artistieke kunst. Daarnaast hebben wij ook gekozen om een beetje muziek af te spelen. Wij vinden het daarnaast ook heel belangrijk dat we de leerlingen leren dat kunst subjectief is. En dat geldt zowel voor de artistieke kunst als voor de poëzie. Het SMAC vonden wij tot slot een uitstekende locatie, omdat er daar gewerkt wordt met moderne kunst. En het sprak ons heel hard aan, dus wij denken dat dit de leerlingen ook zal aanspreken. We hebben ons expres niet beperkt tot één thema, omdat we zo een ruimere gamma aan gedichten hadden om uit te kiezen. Thema's zoals verliefdheid, de natuur, stilte, eenzaamheid komen aan bod. En het leken ons allemaal gepaste thema's voor een eerste graad natuurlijk. Ook qua outfit hebben we gekozen voor voor basiskledij met onze zonnebril, streepjeshirt, blazer en jeansbroek. Willen wij een alledaagse tint geven aan de poëzie die we voordragen. We willen de leerlingen niet bestoken met overbodige attributen die hun fantasie enkel kunnen beperken. Kunst is subjectief en dat willen we zo houden. Ik heb mijn gedichten vooral gekozen in functie van de kunst die we tegenkwamen. Allereerst koos ik voor het gedicht Ik voel me gekleurd, omdat er hier zeker sprake is van verdichting. Ik vind het een heel belangrijk en mooi kenmerk van poëzie. Vervolgens koos ik voor de gedichten Stilte en Twijfel. Het zijn heel gevoelige gedichten die me echt aanspraken en raakten, ook doordat ze zo kort waren. Daarnaast koos ik voor het gedicht Stiller, omdat dit volgens mij heel goed past binnen de museumcontext. En het is ook een grappig gedicht.
En tot slot koos ik voor de gedichten Lepelsonnet en het gedicht over mijn bestek, omdat dit fantastisch paste bij een kunstwerk dat we tegenkwamen. Daarnaast vond ik het ook heel leuk om samen met Lore het Lepelsonnet te brengen. Het gedicht Eerlijk Duur van Toon Tellegen uit de bundel Wie A zegt, hebben wij gekozen omdat we wilden aantonen dat tijd niet alleen over uren, minuten en seconden gaat. Soms kan dit ook gaan over gevoelens. De kamer met alle klokken was hiervoor uiteraard de geschikte ruimte. Het gedicht Zij plukt van Floor de Roo uit de dichtbundel Stille Plek is al wat moeilijker voor de eerste graad. Het gedicht gaat over eenzaamheid, over opgesloten zitten in jezelf. We hebben er dan ook voor gekozen om dit gedicht op een rustige plek te filmen die eenzaamheid uitstraalt. Het gedicht Tussen boven en beneden van Nanny Kuiper uit de dichtbundel Een zeldzaam exemplaar is een grappig gedicht over de puberteit. Boven op je kamer ben jij de baas en doe je wat je wil, maar beneden hou je aan de regels van het gezin. We vonden het dan ook logisch om dit gedicht op te nemen bij een trap. Het gedicht Spraakgebrek van Hans Hagen uit de bundel Ik schilder je in woorden vertelt precies wat de spreuk op de muur wil zeggen. Soms vind je niet de juiste woorden om jezelf uit te drukken. Dat wordt ook verteld in dit gedicht. Ik wou dat ik van Hans Hagen beschrijf de innerlijke emoties van een puber. Voor de spiegel durf je je soms eens laten gaan. Eens even totaal iemand anders zijn. Het leek ons dan ook leuk om dit gedicht te filmen vanuit een spiegel. Als laatste gedicht kozen wij voor Dag van Hans Hagen uit de bundel Ik schilder je in woorden. Dit gedicht kondigt het einde van onze poëzietocht doorheen het smak aan. Het Lepeltjessonnet van Ted van Lieshout draag ik samen met Elke voor en dat vond ik zelf zeer leuk om te doen. Het gedicht is luchtig en leuk en zeer toegankelijk voor leerlingen van de eerste graad. Het decor spreekt uiteraard voor zich, want het is een huiselijke omgeving en het gedichtje gaat ook over huiselijke taferelen. Lente is geschreven door een 12-jarige, wat het direct zeer speciaal en ook zeer toegankelijk maakt. Het past perfect bij het schilderij, omdat beiden eigenlijk een mooie lentedag omschrijven, een dag waarop je zorgeloos kunt gaan picknicken in een park. Heerlijk! Het meisje dat geen poppen wilde van Ted van Lieshout gaat over verschillen tussen jongens en meisjes, een zeer actueel thema bij 12-13-jarigen. Ik heb voor een technische achtergrond gekozen, omdat mensen dit vaak associëren met jongens, terwijl meisjes er even goed van kunnen houden. Labyrinth van Frank Eerhart vind ik zelf een zeer mooi gedicht. Het is een iets zwaarder gedicht, maar dat maakt het niet minder toegankelijk voor een eerste graad, vind ik. Terwijl ik het gedicht voordraag, wandel ik door een soort van labyrinth, dus ik denk dat de link tussen het gedicht en het kunstwerk niet te missen is. Het gedicht Kleur van Rompa vind ik zelf een zeer schattig gedicht. De locatie waar het gefilmd is, dus het kunstwerk, zit vol kleur, dus daarom past het bij het gedicht. Maar met de locatie wil ik ook aantonen dat iedereen verschillend is, maar dat dat niet erg is. Dat is net leuk, want verschillen kunnen zich ook tot elkaar aangetrokken voelen en ze kunnen elkaar ook aanvullen. Het kunstwerk zelf zit vol met verschillen en toch is het één mooi geheel.